Goedemorgen, ik open hier bij deze academische zitting waarin de heer Holtakkers zijn academisch proefschrift in het openbaar zal verdedigen. Het proefschrift is geschreven in Engelse taal onder de hoofdtitel Visualizing the Invisible. Ik heet iedereen hartelijk welkom, ook de mensen die via livestream bij ons zijn, zo die er zijn. We beginnen zo dadelijk aan de promotieplechtigheid. Voordat wij aan de oppositie beginnen, zal de kandidaat, de promovendus, een kort overzicht geven van de door hem verrichte onderzoekingen en een samenvatting geven van de belangrijkste bevindingen en conclusies. Ik verzoek u nu aan die voordracht te beginnen en wens u het komend uur veel succes. Hooggeleerde prorector, geachte leden van de corona, beste collega's, lieve familie en vrienden. Bedankt voor jullie aanwezigheid bij deze ceremonie. Graag wil ik jullie het komende kwartier meenemen in de promotieonderzoek dat ik de afgelopen jaren heb uitgevoerd. Kransslagaderverkalking is de meest voorkomende hart- en vaatziekte en de nummer 1 doodsoorzaak bij zowel mannen als vrouwen. Elk jaar sterven wereldwijd ongeveer 9 miljoen personen aan de gevolgen van kransslagaderverkalking. Kransslagaderverkalking is een aandoening van de kransslagaders, die de bloedvaten van het hart van bloed van voedingsstof en zuurstof voorzien. Het omvat de geleidelijke opbouw van een soort vetophopingen, plaks genoemd, aan de binnenkant van de bloedvaten. In een periode die zich over tientallen jaren kan uitstrekken, vernauwen en verstijven de kransslagaders zich hierdoor steeds meer. Dit proces wordt aterosclerose genoemd, ook wel bekend als aderverkalking. Als zo'n vetophoping in de wand plotseling scheurt, komt de inhoud hiervan vrij in het bloedvat. Dit zal onmiddellijk leiden tot de vorming van een bloedpropje dat het bloedvat zal doen verstoppen. Hierdoor kan er geen bloed meer door het vat stromen, waardoor het achterliggende hartspierweefsel geen zuurstof meer ontvangt en langzaam zal afsterven. Dit wordt een hartinfarct genoemd, ook wel bekend als een hartaanval. Doordat de kransslagaders als een soort klauw om het hart heen liggen en het hart dus van buitenaf door bloed wordt, zal het zuurstoftekort als eerste optreden aan de binnenzijde van het hart. Het infarctgebied zal daarom ook aanvangen aan de binnenzijde van het hart. Als het bloedvat niet tijdig opnieuw open wordt gemaakt door bijvoorbeeld een dotterbehandeling, zal het infarctgebied zich langzaam uitbreiden naar de buitenzijde van het hart. Het hartspierweefsel in het infarctgebied zal afsterven en op termijn worden vervangen door littekenweefsel, wat niet langer bijdraagt aan de pompfunctie van het hart, als ook kan leiden tot het ontstaan van hartritmestoornissen. Dit littekenweefsel speelt een cruciale rol in het bepalen van de juiste vervolgbehandeling voor de patiënt. Al ruim 20 jaar is beeldvorming met behulp van MRI de referentiemethode voor het opsporen van littekenweefsel in het hart. Dit wordt gedaan met de zogeheten late gadolinium enhancement methode, ook wel afgekort als LGE. Hierbij wordt er eerst een contrastmiddel ingespoten in de arm van de patiënt. Vervolgens moet het contrastmiddel ongeveer 10 minuten inwerken, waarna het daadwerkelijke LGE-plaatje wordt gemaakt. Hier zien jullie een voorbeeld van een typisch LGE-plaatje. Hier zie je een typisch LGE-plaatje met het gezonde hartspierweefsel in het zwart, aangegeven door het groene bolletje, het heldere bloed in het midden van het hart, aangegeven door het oranje bolletje, en het heldere littekenweefsel in de spierwand, aangegeven met het blauwe bolletje. Het nadeel van deze techniek is echter dat met de huidige instellingen het bloed vrijwel even helder wordt afgebeeld als het littekenweefsel, waardoor deze twee weefsels niet goed te onderscheiden zijn. We zien het ook duidelijk terug in het getoonde voorbeeldplaatje, waar de overgang van het littekenweefsel naar het bloed niet duidelijk zichtbaar is. Hierdoor kan de grootte als ook de mate van het infarct niet goed bepaald worden, of een infarct zelfs volledig onopgemerkt blijven. Tot op de dag van vandaag
vormt dit een probleem in de dagelijkse klinische praktijk. Het doel van mijn promotieonderzoek was daarom het ontwikkelen en implementeren van een nieuwe direct beschikbare LGE-methode die het contrast tussen het littekenweefsel en het bloed verhoogt voor een betere detectie en beoordeling van littekenweefsel nabij het bloed. Om dit doel te bereiken is mijn promotieonderzoek opgedeeld in 10 verschillende hoofdstukken die samen de volledige cyclus beschrijven van ontwikkeling en validatie tot aan de implementatie en diverse klinische toepassingen. Graag wil ik de 5 belangrijkste hoofdstukken vandaag aan jullie presenteren. De eerste stap in mijn promotieonderzoek was de ontwikkeling van een nieuwe dark blood LGE-methode. Bij LGE wordt eerst al het magnetische signaal in het lichaam door de MRI-scanner verstoord, waarna elk weefsel met zijn eigen tempo terug zal herstellen. Op een gegeven moment tijdens dit herstel wordt er besloten het LGE-plaatje te maken. De duur waarin de weefsels de tijd krijgen om te herstellen, dus de tijd tussen de verstoring en het maken van het plaatje, noemen we de inversietijd. Bij de huidige methode wordt deze inversietijd zo gekozen dat het gezonde hartspierweefsel, aangegeven door de groene lijn, door het nulpunt gaat. De weergegeven schaalbalk geeft aan dat het gezonde hartspierweefsel dan als zwart wordt afgebeeld, terwijl zowel het bloed als ook het littekenweefsel als helder worden afgebeeld. Hierdoor zijn het littekenweefsel en het bloed dus moeilijk van elkaar te onderscheiden. Men kan nu proberen het bloed donkerder te maken door simpelweg deze inversietijd te verkorten tot het punt waar het bloed door het nulpunt gaat. Echter, zoals we zien is in de weergegeven schaal, zal het gezonde hartspierweefsel ook helder worden weergegeven. Net zoals het littekenweefsel. Er is nu weliswaar sterk contrast tussen het littekenweefsel en het bloed. Echter, het contrast tussen het littekenweefsel en het gezonde hartspierweefsel is volledig verdwenen. Dit is dus duidelijk geen oplossing. Echter, de zogenaamde PSIR-reconstructie, die standaard beschikbaar is op elke scanner, is in staat het negatieve signaal van het gezonde hartspierweefsel te herkennen en dit alsnog als zwart af te beelden. Door de combinatie van een PSIR-reconstructie en een kortere inversietijd wordt het contrast tussen het littekenweefsel en het bloed sterk vergroot, terwijl het contrast tussen het littekenweefsel en het gezonde hartspierweefsel behouden blijft. De haalbaarheid van deze nieuwe dark blood LGE-methode is onderzocht in een kleine studie met 9 patiënten, waarin het contrast tussen de 3 weefsels werd gemeten. De resultaten lieten inderdaad een verdubbeling zien in het contrast tussen het littekenweefsel en het bloed. Omdat er bij deze nieuwe methode, in tegenstelling tot andere dark blood LGE-methoden, geen extra voorbereiding van het signaal nodig is, is deze methode direct beschikbaar op alle scanners wereldwijd. Na de technische haalbaarheid onderzocht te hebben, is deze nieuwe LGE-methode gevalideerd in een proefdierenmodel van 13 varkens. In deze varkens werd een hartinfarct veroorzaakt, waardoor er uiteindelijk littekenweefsel ontstond in het hart. 7 weken daarna werden deze varkens gescand met beide LGE-methoden en vervolgens geofferd voor het verkrijgen van het hartspierweefsel. In de bovenste rij ziet u enkele voorbeelden van de huidige LGE-methode. In de middelste rij diezelfde plaatjes, maar dan met de nieuwe dark blood LGE-methode. En in de onderste rij de corresponderende histologieplaatjes, die rechtstreeks verkregen zijn uit de harten van de proefdieren. De blauwe pijlpunten hierin geven het een varkgebied aan. Hier zien we nog enkele plaatjes vanuit verschillende aanzichten, met de huidige methode in de bovenste rij en de nieuwe methode in de onderste rij. Bij de huidige methode is de overgang tussen het heldere infarctweefsel en het bloed niet zichtbaar, waardoor de grootte en mate van het infarctgebied lastig te bepalen is. Dit bleek ook uit de resultaten van deze studie, die lieten zien dat de daadwerkelijke infarctgrootte beter overeenkomt met de nieuwe methode, dat slechts een afwijking van 0,03% liet zien, dan met de huidige methode, die een afwijking van bijna 2% liet zien. De nieuwe dark blood LGE-methode verbetert daarmee zowel de visualisatie als ook de kwantificatie van littekenweefsel ten opzichte van de huidige methode. Na de validatie in proefdieren hebben we de nieuwe LGE-methode ook gevalideerd in een groep van 300 patiënten. Als we naar de resultaten kijken, is het verschil in contrast tussen beide methoden wederom duidelijk zichtbaar. Dit is vooral goed te zien in het rood omcirkelde gebied, waar de grens tussen het bloed en het littekenweefsel veel beter zichtbaar is met de nieuwe dark blood methode dan met de huidige LGE-methode. Hoewel dit voorbeeld een fors infarct betrof, was het verschil ook goed zichtbaar bij veel kleinere infarctgebieden, zoals blijkt uit het volgende voorbeeld. Bij deze patiënt zijn de kleine infarctgebieden, aangegeven met de blauwe pijlen, niet of nauwelijks waar te nemen met de huidige methode, terwijl de nieuwe methode in de onderste rij deze duidelijk aantoont.
Dat bleek ook uit de resultaten die aangaven dat de Dagblad LGE-methode 9% meer patiënten met een infarct detecteerde dan de huidige methode. Dit wil zeggen dat deze patiënten, indien ze enkel met de huidige methode gescand zouden worden, dus onopgemerkt zouden blijven. 75% van deze gemiste patiënten had reeds een historie van kransslagaderverkalking. Na zowel de validatie in proefdieren als ook in patiënten, was de volgende stap de uitbreiding naar 3D-beeldvorming. 3D-beeldvorming heeft diverse voorbeelden ten opzichte van de huidige 2D-beeldvorming. Deze voordelen zijn onder andere een hogere signaal-ruisverhouding, waardoor er minder ruis in de beelden zichtbaar is. De mogelijkheden om het hart met een hogere resolutie af te beelden, wat leidt tot meer detail in de beelden. En tenslotte de mogelijkheid om achteraf vanuit elke gewenste 3D-richting naar de beelden te kijken. Een nadeel is echter dat 3D-beeldvorming langer duurt dan 2D-beeldvorming. In deze tijd zal het ingespoten contrastmiddel door de nieren uit het bloed verwijderd worden. De optimale inversietijd voor het onderdrukken van het bloed zal daarom gedurende de scan langzaam toenemen. Omdat er vooraf slechts één inversietijd kan worden ingesteld, zal het gewenste dark bloedcontrast bij 3D-beeldvorming daarom niet optimaal zijn. Om dit probleem op te lossen, hebben wij een nieuw dynamisch inversietijdmechanisme ontwikkeld, waarbij deze inversietijd gedurende de scan langzaam toeneemt. En daarmee het bloed gedurende de gehele scanduur succesvol onderdrukt wordt voor een optimaal contrast. Deze 3D-methode, inclusief nieuw dynamisch inversietijdmechanisme, is vrijwel meteen in de kliniek geïntroduceerd en bewees daar al snel zijn klinische meerwaarde. Graag wil ik dit laten zien aan de hand van een voorbeeld. Het betrof een 59-jarige man die plotseling onwel werd en vervolgens acuut werd opgenomen met hartritmestoornissen en tekenen van een hartinfarct. Beeldvorming met behulp van ultrageluid en CT liet een gigantisch aneurysma in het hart zien, wat een soort uitstulping van de hartwand is, aangegeven in het rood en in het groen. Het was echter onduidelijk of dit een waar aneurysma betrof, waar alle lagen van de hartwand nog intact zijn, of een zogenaamd pseudo-aneurysma, waar alle lagen van de hartwand volledig gescheurd zijn. Het onderscheiden van deze twee typen aneurysmata is van groot belang voor de behandeling van de patiënt. Ten slotte werd er daarom nog een MRI-onderzoek verricht met de nieuwe 3D Darkblad LGE-methode, inclusief het nieuwe dynamische inversietijdmechanisme. De resulterende 3D-beelden zijn hier op twee verschillende manieren weergegeven, waarbij de linker video een dwarsdoorsnede van het hart toont, de zogenaamde korte asopname, terwijl de rechter video rondom het hart heen draait, de zogenaamde lange asopname. Op deze beelden is goed te zien dat de hartwand van de linkerkamer opengescheurd is aan de onderzijde. Met deze 3D-beelden kan het gezonde hartspierweefsel, het littekenweefsel en het bloed goed van elkaar worden onderscheiden, wat cruciaal bleek te zijn bij de diagnose van deze patiënt. Ten slotte wil ik nog een totaal andere klinische toepassing van de nieuwe Darkblad LGE-methode bespreken, namelijk de detectie van spieren aan de binnenkant van de hartwand, namelijk de detectie van littekenweefsel in de papillairspieren. Papillairspieren zijn kleine spieren aan de binnenkant van de hartwand die grotendeels volledig omringd worden door het bloed, zoals te zien is in de getoonde video's. Littekenweefsel in deze spieren is daarom niet of nauwelijks detecteerbaar met de huidige methode. De nieuwe Darkblad LGE-methode is echter in staat deze kleine littekens wel te detecteren, zoals in het tweede plaatje aangegeven met de blauwe pijl. Wat hier wel degelijk een papillairspier zit, blijkt uit het bijbehorende anatomische plaatje. Om dit verder te onderzoeken hebben wij een studie verricht in 60 patiënten met een hartklepafwijking. In dit plaatje zien jullie enkele voorbeelden hiervan, met in de bovenste rij de anatomische plaatjes, in de middelste rij de huidige methode en in de onderste rij de nieuwe methode. In deze studie werd littekenweefsel in de papillairspieren gedetecteerd in 9 patiënten met behulp van de huidige methode, terwijl dit in 21 patiënten gedetecteerd werd met behulp van de nieuwe methode. Dit betekent dat de nieuwe Darkblad LGE-methode meer patiënten met littekenweefsel in de papillairspieren detecteert dan de huidige LGE-methode. Nu de belangrijkste hoofdstukken uit mijn proefschrift zijn besproken, wil ik jullie graag mededelen dat met het afronden van mijn promotieonderzoek het onderzoek naar deze nieuwe Darkblad LGE-methode hier niet stopt. We hebben reeds diverse nieuwe studies opgestart met diverse internationale onderzoeksgroepen, waarvan er hier een drietal zijn weergegeven. En daarmee ben ik aangekomen bij de conclusie van mijn promotieonderzoek. Mijn nieuwe Darkblad LGE-methode zorgt voor een sterk verbeterd contrast tussen het bloed en eventueel aanwezige littekenweefsel. Dit leidt tot een verbeterde visualisatie en kwantificatie van littekenweefsel ten opzichte van de huidige LGE-methode.
Deze nieuwe methode heeft daarmee een aangetoonde meerwaarde voor diverse toepassingen in de dagelijkse patiëntenzorg. Van het stellen van de juiste diagnose tot aan het voorbereiden en begeleiden van bepaalde behandelingen. Aangezien deze nieuwe methode, in tegenstelling tot andere darkbladmethoden, geen extra voorbereiding van het signaal vereisen, is deze nieuwe methode uniek in zijn soort en daarmee inzetbaar in alle medische centra. Dit wordt onderschreven door het feit dat deze nieuwe methode reeds in diverse centra wereldwijd dagelijks gebruikt wordt. Ik wil jullie graag bedanken voor jullie aandacht en geef hierbij het woord terug aan de prorector. Dank u wel. Zeer helder overzicht dat zelfs door mij als oud-chirurg nog redelijk te volgen was. Ik zou het niet kunnen navertellen, maar u was helder. Dank daarvoor. Dan gaan we nu over tot de oppositie. Die wordt geopend door professor Volders. Hij is hoogleraar genetische cardiologie en hij was voorzitter van de manuscriptbeoordelingscommissie. Professor Volders. Dank u wel, meneer de prorector. Meneer de kandidaat. U heeft een mooi proefschrift geschreven. Ik was onder de indruk. Echt heel goed gedaan. U hebt allerlei Engelse termen met een hele originele Nederlandse vertaling opgenomen. Donker bloed, late gadolinium aankleuring MRI. Dat is een andere manier om te zeggen wat u onderzocht heeft. Maar dan in onze taal. Heel interessant en heel goed gedaan. En uiteraard ook mijn geluk wensen aan de promotors en co-promotors en aan de familie. Mijn eerste vraag gaat over hoofdstuk 4. En daarin beschrijft u histopathologisch onderzoek. Het gebruik van de varkens, waar u het in het praatje net ook al over had, om de nieuwe methode te onderzoeken. Er waren er 13 om te beginnen en er waren er uiteindelijk maar 5 over gebleven. Wat is met die andere 8 gebeurd? Hooggeleerde opponent, hartelijk bedankt voor de felicitaties en de mooie woorden. Ja. Bedankt voor uw vraag. De varkensstudie was een hele interessante studie voor ons allemaal. We begonnen inderdaad met 13 varkens. En we hebben ook geprobeerd om in al die 13 varkens een infarct te veroorzaken. Dat is zeker gelukt. In sommige varkens echter iets te fanatiek, zeg maar. En een groot deel van die varkens zijn helaas binnen een uur tijd overleden aan heftige hartritmestoornissen. Waardoor het varken na meerdere malen, die proberen toch weer het juiste ritme te krijgen, dat ze helaas niet gered hebben. En daardoor hebben het helaas maar 5 varkens overleefd. Dat is heel bijzonder, want op pagina 67 zegt u, ja, om ze nou goed voor te bereiden, waren ze 3 dagen voorbehandeld met een stof die heet amiodaron. Dus die was niet heel werkzaam. Nee, dat kunt u wel stellen, inderdaad. De biotechnicus die de varkens, die het infarct veroorzaakt heeft bij de varkens, Die was het schuld. Okay. Ja, Nee, die is toch wat te fanatiek geweest. En ja, het is bekend van uit eerdere studies van waar varkens zijn gebruikt als proefdiermodel. Dat varkens toch erg gevoelig zijn voor hartritmestoornissen. Ja. Waardoor dat helaas onomkomelijk is. Ja, goed. Dan was er ook nog in varken dat door coronaziekte 2019 beperkende maatregelen niet kon worden uitgevoerd. Ja, dat was met een heel voorzienende blik. Want ik meen dat wij vanaf februari 2020 de coronatijdperk ingingen. Ja, daar staat COVID-19, maar dat was in 2020. Omdat u schrijft de beperkingen die al in 2019 genoteerd waren. Pagina 69, kijk er maar een keer naar. Dan nog, en nu komen we meer op mijn centrale punt. Ja, u hebt een hele mooie beschrijving gegeven van de meerwaarde van de donkerbloedmethode. En ik heb ook gelezen in uw proefschrift dat u tot een hoge resolutie komt als u op die manier kijkt met beeldvorming. U haalt resoluties van om en nabij de 1 mm. Dat is dus heel erg interessant. En dat roept bij mij de vraag op, los van de vraag dat je een infarct detecteert en dat je het bovendien als grote probeert uit te drukken. Zou het niet ook heel handig zijn, heel fijn zijn, als we ook beter naar patroonherkenning van de afwijkingen komen? Want u ziet in uw eigen plaatjes al heel veel verschillende heterogeniteiten in die littekens. En het zou enorm helpen als we tot een soort herkenning en een kwantificatie van die afwijkende patronen zouden komen, dat we dan ook een link kunnen maken met andere functieonderzoeken, bijvoorbeeld om ritmestoornissen te onderzoeken. Zoals dat heel vaak gebeurt, noemde u dat zelf, bij mensen of bij varkens na een infarct. Dus mijn vraag is,
Hoe goed bent u in staat, of is het naar de toekomst toe mogelijk, om patroonherkenning en kwantificatie daarvan van het infarctweefsel in dit soort harten te kunnen toepassen? Ik denk dat we daar vrij goed toe in staat zijn, omdat inderdaad de 3D-methode aanzienlijk betere resolutie in staat is in de hoge resolutie af te beelden. Niet zozeer alleen de resolutie in het plaatje wat we zien, maar MRI maakt geen platte plaatjes, zeg maar, als een vlak. Er zit een soort dikte achter. En bij normale 2D-techniek is die dikte vrij fors, bijna een centimeter. Terwijl bij die nieuwe methode die plakdichte ook rond een millimeter gaat zitten. Dus een factor 8 dunner. Waardoor we dus heel gedetailleerd in het hart kunnen kijken. Er zijn bepaalde softwareprogramma's waarin we dat 3D-model dus ook kunnen inladen. En daar ook met diverse afkapwaarden kunnen kijken naar wat is nou het infarctgebied en wat is het gezonde hartspierweefsel. En daarmee kunnen we eigenlijk heel precies die gebiedjes, die kleine infarctgebiedjes opsporen. En daar ook verder analyses op doen. Zoals bijvoorbeeld kijken of daar bijvoorbeeld ritmestoornissen door geïnduceerd kunnen worden door die infarctgebiedjes. Of of er bepaalde kanalen zijn. Ik bedoel, daar weet u heel veel meer van dan ik. Maar dat is met de huidige beeldvormtechniek is dat zeker mogelijk. En die softwarepakketten die zijn er ook. Dus ik verwacht in de toekomst daar zeker nog veel meer mee te gaan doen. Ja. Dat is heel goed nieuws. Ik denk dat er veel cardiologen zijn die daar heel blij mee zullen zijn. Met name dus in verband met wat u net zegt, omdat je dan veel beter de link kunt leggen tussen functieafwijkingen, als ritmestoornissen noemen, en de structurele afwijkingen. Ik heb genoeg gehoord, dank u wel. Ik geef het woord terug aan de prorector. Dank u wel, professor Volders. Dan wordt nu de oppositie voorgezet door professor Leijder. Hij is ook leraar cardiovasculaire radiologie in het Universitair Medisch Centrum Utrecht. En hij was ook lid van de manuscript beoordelingscommissie. Professor Leijder. Dank u wel, meneer de prorector. Geachte kandidaat, ook ik wil u en uw team van harte feliciteren met het gereed komen van dit prachtige proefschrift. De beelden zijn echt spectaculair, moet ik zeggen, en van grote waarde voor de klinische praktijk en een grote verbetering met betrekking tot de beelden die we van tevoren hebben moeten gebruiken voor het vaststellen van littekenweefsel. Uiteraard heb ik ook een aantal vragen voor u. En zoals u wellicht weet, ben ik erg geïnteresseerd in de toepassingen van kunstmatige intelligentie in de radiologie en de cardiovasculaire beeldvorming. En ik ga u uitdagen om een stapje terug te nemen en te reflecteren of we überhaupt wel contrast nodig hebben in dit tijdperk om littekenweefsel in het hart af te beelden. Zoals u wellicht weet zijn er wel wat studies verschenen die getracht hebben om dat littekenweefsel ook af te beelden zonder het gebruik van gadolinium. En wat vindt u daarvan? Misschien kunt u wat voorbeelden noemen. Hooggeleerde opponent, ook u bedankt voor de mooie woorden en de felicitaties en voor uw vraag. Dan zal ik nog een stapje terug gaan voor het gebruik van kunstmatige intelligentie. Er is eigenlijk al sinds we deze techniek gebruiken, wordt er ook getracht om littekenweefsel af te beelden zonder contrastmiddel. Dat heeft natuurlijk diverse voordelen, zowel voor de patiënt als ook natuurlijk zit ook een kostenplaatje aan. Maar bijvoorbeeld, ik noem maar wat, TNRO-contrast wordt wel eens gebruikt, of er zijn diverse studies mee verschenen, waardoor daarmee getracht wordt om daar het infarctweefsel mee af te beelden zonder contrastmiddel. Sinds de opkomst van kunstmatige intelligentie zijn er ook daar diverse technieken. Recent heb ik nog iets gezien over als we parametrische mapping gebruiken en dat combineren met bijvoorbeeld functionele cinebeelden. Dat met die combinatie dat daar infarctgebieden eigenlijk opgespoord kunnen worden door een soort kunstmatige LGE-plaatjes te maken. Ik denk dat het momenteel nog niet klaar is voor klinisch gebruik. Maar ik denk dat dat wel hele interessante wegen zijn voor in de toekomst. Allereerst voor patiënten die bijvoorbeeld geen contrastmiddel mogen ontvangen, waardoor dat echt de enige oplossing is. En wellicht later op termijn ook in patiënten die wel contrastmiddelen mogen krijgen, maar waar deze techniek net zo goed doen als de Nederlands-methodes met contrast. Ja. Ja, oké. Daar ben ik het mee eens. Dit zijn veelbelovende technieken. Ik las ook iets over het gebruik van texture analysis, door sommige mensen ook al radiomics genoemd, hè, voor het vaststellen van littekenweefsel zonder het gebruik van contrastmiddel.
En wat denkt u daarvan in de MRI-context? Ik bedoel, in dit instituut wordt veel onderzoek daarnaar gedaan, met name in de oncologie, maar wellicht is het ook interessant voor het hart. Wat denkt u? Ja, juist waar u over heeft, de personen die voornamelijk met oncologie mee bezig zijn, daar zijn wij ook mee bezig, met diezelfde groep. Ik denk dat u refereert naar professor Lambin, onder andere. Daar hebben wij ook een studie mee lopen, die ook inderdaad kijkt naar texture analysis en het gebruik van radiomics en het opsporen daarvan. Ik moet zeggen dat het heel belangrijk is dat we daar voldoende beelden mee hebben die ook allemaal gescoord zijn en waar het infarctweefsel omcirkeld is. Ik denk dat dat niet alleen geldt voor dit project, maar ook heel veel andere projecten. Het verkrijgen van originele MRI-plaatjes om zulke modellen te trainen. En daar voldoende beelden voor te krijgen, die allemaal met de hand zijn ingetekend om aan te geven wat dan het gebied is wat een infarctweefsel zou moeten zijn. Daar gaat zo onnoemelijk veel tijd in zitten dat dergelijke projecten vaak lang nodig hebben om toch goed opgezet te worden. En als we nou kijken naar het signaal en de signaal-ruisverhouding en dat soort zaken, even een fundamentele vraag. Denkt u dat MRI echt geschikt is om radiomics op te bedrijven? Op de manier waarop we nu de acquisities doen? Wilt u een eerlijk antwoord? Heel graag. Ik denk zeker niet dat dat de meest optimale methode is. Nee. Zeker ook niet bij de Leden-Hansman-methode. Ik bedoel, het is bekend dat een techniek is waarbij eigenlijk maar vrij beperkt signaal beschikbaar is. Ik bedoel, ik had het net al over signaal onderdrukken. En dat geeft wel aan dat daar dus al geen signaal vandaan komt. Maar dat wil ook zeggen dat die andere signalen toch vrij dicht bij het nulpunt zitten. Terwijl we ook andere MRI-technieken waarbij bijvoorbeeld veel meer signaal beschikbaar is. Dus ook nog precies deze methode is het minst geschikt eigenlijk voor, zou ik willen zeggen. Ja. We zijn het eens. Ik ben tevreden met uw antwoorden en ik geef het woord terug aan de prorector. Ja, hartelijk dank, professor Leijnen. U had nog even door mogen gaan volgens mijn klok. Maar het is mooi voor de anderen. Dan heb ik die tijd en iedere promotie is weer een gelegenheid om wat te leren. Ik heb vandaag radiomics meegenomen als nieuw leer iets. Maar ik moet nog eens opzoeken wat het is. Inmiddels is ook onze volgende opponent zichtbaar voor iedereen in de zaal. Professor Nijveld, cardioloog. Met als leeropdracht cardiovasculair imaging in het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen. Hij was lid van de manuscript beoordelingscommissie. Professor Nijveld. Geachte kandidaat, neem inderdaad maar een slokje water. Ik zou ook graag wat gedachten met u willen wisselen, maar als eerste eventjes u van harte willen feliciteren met een prachtig proefschrift. Het is van binnen, maar ook van buiten mooi. De kaft ging niet vanzelf, heb ik begrepen, met name dat mooie effect van het dark kaft invisible gedeelte. Dat ging bijna wat minder makkelijk dan het hele proefschrift en de inhoud ervan. In het proefschrift bestudeert u een nieuwe manier om naar de schade van het myocard te kijken. En dit is super van belang, met name ook omdat u zegt, u kunt het missen. En wat u eigenlijk bedoelt te zeggen, wat misschien niet helemaal goed naar voren kwam, is dat het echt van belang is ook voor de behandeling, voor de prognose van patiënten. Dat heeft u in uw boek wel duidelijk verteld. Uw collega's, Peter Kelman van NIH, maar ook Ray Kim en Bob Judd van Duke, die waren u eigenlijk al voor. En in 2016 presenteerden ze hun resultaten op het SCMR. De eerste noemde dat Dark Blood Late Enhancement en de andere die noemde dat Fiddle. En ik wil u heel even uitdagen om mij kort uit te leggen wat de verschil is met uw techniek, die eigenlijk geen aanpassing van de sequentie nodig heeft, en wat er in hen sequentie wel nodig is. Of u me even daar visies bij wil praten. Ook weer een opponent. Bedankt voor de mooie woorden en de felicitaties jegens het proefschrift. Ik was inderdaad zeker niet de eerste die zich bezighield met dark blood late enhancement methodes. Hoofdstuk 2 van mijn proefschrift beschrijft eigenlijk alle methodes die tot op heden gepresenteerd zijn daarvoor, waaronder ook de technieken die u aanhaalt. Die technieken zijn technieken die heel mooi functioneren, die vanuit een fysisch oogpunt ook heel interessant zijn. Maar die twee methodes die je noemt, van onder andere Peter Kelman en ook van Ray Kim, dat zijn twee methodes die additionele magnetisatiepreparatie gebruiken. Misschien wat lastig woord, maar die gebruiken dus extra handelingen die nodig zijn om dit contrast te genereren. En die handelingen die zij gebruiken, die zijn allemaal standaard beschikbaar op de MRI-scanners. Maar het hele probleem is de positie waar die in de sequentie zouden moeten verschijnen, wat nodig is voor die methode van hem te laten werken, die positie die is niet standaard. En we kunnen dus bijvoorbeeld die aparte preparaties aanzetten op de scanner,
Maar dan verschijnen ze op de foute plek in de sequentie, waardoor de hele techniek niet werkt. En om die blokken, zeg maar, van extra preparatie op de juiste plek te krijgen, moet de software van de scanner herschreven worden. En dat is, bepaalde instituten kunnen dat. Wij kunnen dat zelf bijvoorbeeld ook. Alleen dat zorgt er wel voor dat een dergelijke methode niet wijdverbreid toegepast kan worden. Omdat er een stukje extra code nodig is. Dat moet dan ook weer vrijgegeven worden. Dan moet de fabrikant moet daar nog iets van willen. En dat zorgt eigenlijk voor dat er wel een hele mooie techniek beschikbaar is voor dat individuele center en wellicht wat geallieerde onderzoekscentra's. Alleen zeker niet voor wijdverbruik gebruik. En dat was eigenlijk wel meteen het doel van mijn proefschrift en mijn promotieonderzoek, om dus een techniek te ontwikkelen die voor iedereen toepasbaar is en ook heel eenvoudig is in zijn gebruik. Ja, dus met name, dat breek ik even hoor, met name om de techniek die er is optimaler te gebruiken. Nu is het zo dat u met name enorm hangt aan de face-sensitive reconstructie van die techniek. Ik ben wat ouderwets en kijk ook altijd naar de magnitudeplaatjes om zeker te weten of iets aankleuring is of niet. Ik merk als ik uw techniek heel fanatiek toepas, dat ik aan die magnitudeplaatjes eigenlijk vrijwel niks heb. En ook bij mensen die heel trage hartslagen hebben, waarbij ik van een 2-op-1 sequentie naar een 1-op-1 sequentie moet, en dus eigenlijk mijn reconstructie in moet leveren en ik alleen mijn magnitudeplaatjes heb. Heeft u daar al oplossingen voor? Dat ik het beide kan gebruiken. Nou, het modulus plaatje wat u beschrijft, dat is inderdaad een vrij nutteloos plaatje als je deze techniek gebruikt. Het heeft één heel goed nut. Dus u probeert het bloed te onderdrukken met deze methode. Dus het modulus plaatje is heel interessant om te kijken of u dat goed heeft gedaan. Dus als het bloed helemaal zwart is op het modulus plaatje, dan heeft u een hele goede onderdrukking. En dan zou het plaatje wat u daadwerkelijk gebruikt, zou nog beter moeten zijn. In patiënten met een hele trage hartslag is het inderdaad zo dat deze bepaalde sequentie met, ja, die om de twee beats triggert, kan die wat lang duren. Het voelde daar wel eens, omdat je daar volledig herstel hebt van je signaal, totdat de sequentie maar om de twee beats gegeven wordt, kun je daar wat extra acceleratie gebruiken, omdat je dus meer signaal hebt om mee te spelen. Dus je kan de sequentie wat accelereren ten koste van je signaalruis, juist omdat je meer signaalruis hebt gekregen, doordat de patiënt zo'n lage hartslag heeft. Helder. Weer wat geleerd. U heeft voornamelijk dus naar het ischemische en atriale scar gekeken. En nou was ik u al van de week aan het plagen, omdat we toevallig allebei op eenzelfde congres waren, waar een prachtig review voorbij kwam. U herinnert zich vast de plaatjes nog. En als u misschien ook nog eventjes heeft kunnen kijken naar de late enhancement plaatjes van die verschillende non-ischemische cardiomyopathieën, dan denk ik toch, jeetje, is uw techniek hier ook al wel klaar voor? En dan heb ik het met name over uw tabel 3.1 op pagina 53. En daar laat u in uw overzicht van uw signaalruis getallen van deze black blood en late enhancement zien dat de signaalruis eigenlijk wat tegenvalt in de contrast-enhanced gedeeltes. Ik maak me dan een beetje zorgen of ik tussen myocard en de afwijking voldoende contrast krijg in patiënten met non-ischemische cardiomyopathieën. Klopt dat? Of maak ik me zorgen om niets? Het is eigenlijk zo. Ja, de techniek is ontwikkeld voor ischemische littekens. Dus we willen juist dat litteken bloedcontrast. Dat is wat we eigenlijk wilden, zoveel mogelijk wilden boosten, zeg maar. Omdat daar het gros van de problemen zit. Want de non-ischemische littekens die je benoemt, die kunnen eigenlijk vrij goed afgebeeld worden met de huidige techniek. We willen natuurlijk het liefst een techniek, één techniek die we gebruiken voor alle patiënten. Want we weten vooraf niet altijd of het ischemisch of non-ischemisch is. En we zien in diezelfde grafiek die u benoemt, zien we dat inderdaad het contrast tussen het litteken en het gezonde hartweefsel weliswaar lichtelijk is afgenomen. Maar dat is in deze studie niet significant bevonden. En ook als u kijkt naar de percentages waarmee dat af is genomen, we realiseren onze verdubbeling in het litteken bloedcontrast, dus bijna 100% toename. Terwijl de afname tussen litteken en gezond hartweefselcontrast, dat was vele malen minder. En dat is, als u de grafiek bekijkt, het balkje bij de dark blood is nog steeds dermate hoog dat we nog steeds voldoende contrast daar aanwezig hebben. Ik moet zeggen, we hebben in de studies naar ischemisch litteken, dat is hoofdstuk 5 uit mijn proefschrift, hebben we in 300 patiënten bekeken. Dat was een case mix van ischemisch en non-ischemisch. De studie was zeker niet powered om naar non-ischemische cardiomyopathieën te kijken. Alleen, we hebben daar wel gezien dat de dark blood methode 2 patiënten leek te missen. Eén patiënt leek een beetje een slice verschil in te zitten, maar de andere patiënt die is daadwerkelijk ook dus gemist.
Daadwerkelijke studies die power genoeg zijn om daar onderzoek naar te doen, die zijn in gang. Dus ik kan daar momenteel nog niet veel over zeggen. Maar ik wil wel aangeven dat we daar zeker mee bezig zijn, want we willen één techniek die gebruikt kan worden voor eigenlijk alles. Het heeft in ieder geval uw aandacht. Ik ben heel erg tevreden met uw antwoorden. Bedankt voor de discussie. Ik geef het woord terug aan de rector. Dank u wel, professor Nijveld. Dan wil nu de oppositie voor te zetten op professor Bakkes. Hij is medisch fysicus aan deze universiteit en het MUMC. En heeft het als aandachtsgebied de neuroimaging. Hij was ook lid van de Manuscript-Borens-commissie. Professor Bakkes. Dank u, prorector. Nou, geachte promovendus, ook van mij de welgemene felicitaties. Het gereed komen van dit proces, niet alleen voor u, maar ook dat vierkoppige promotieteam en al uw mensen die hier bijgestaan. Het is werkelijk keurig werk. Dat blijkt ook al uit de vele bestaande publicaties en prijzen die hiermee ontvangen heeft. Hè? Maar goed, waar ben ik voor gevraagd naar gekomen? De inhoud. U gebruikt door alle hoofdstukken heen een zogenaamde dark blot techniek. En beschrijft de werking daarvan heel netjes in hoofdstuk 1. Nou, het karakteristieke aan die techniek is het gebruik van een inversiepuls. We gaan het over techniek hebben. Nou, met die inversiepuls nult u het bloed in de linkerhartkamer. Maar vele andere technieken de hartwand nullen. Nou, het bijzondere lijkt het gebruik van de fase of de polariteit van het signaal. En daarvoor heeft hij steeds een tweede hartslagmeting met een kleine fliphoek en dat bepaalt u die fase. Nu de vraag. U bestaat signaalintensiteiten van MRI. Beelden uit getallen, maar die getallen zijn complexe getallen. En u gebruikt voor die beelden magnitude of reële beelden. Kunt u daar kort antwoord op geven? Hooggeleerde opponent, bedankt voor de mooie woorden en de felicitaties. En voor uw vraag over iets wat mij natuurlijk het meest interessant is, de techniek. Wij gebruiken dus twee type plaatjes eigenlijk. Kunt u kort zeggen of het reële of magnitude waarden zijn? De plaatje dat wij gebruiken, dat is een corrected wheel plaatje. Oké. Okay. Nou, wat ik me dan verder afvraag, en is er recht toe en recht aan, meneer. U gebruikt dus die reële waardes, maar wat gebeurt er dan met de fase? Die fase die gebruiken wij om het negatieve signaal te onthullen. Dus de normale schaalverdeling bij de modulusplaatjes, die gaat van 0 naar 1 en van 0 naar min 1, wordt dat dezelfde kleur. Maar we hebben in de presentatie gezien dat als er dan negatief signaal is, dat dat even helder wordt weergegeven als een positief signaal. En juist om die twee signalen uit elkaar te trekken, een soort van te onthullen, gebruiken wij dus de speelmethode, die dus de fase gebruikt, die wat u zei, in de tweede hartslag wordt gemeten. Dan meten we de fase en die fase wordt gebruikt om te achterhalen als in de eerste acquisitie het signaal positief of negatief was. Maar had je dan de fase van het signaal nog niet al uit, als je naar de complexe waarden kijkt, had je dat niet al uit de eerste hartslag kunnen halen? Daar is naar gekeken, alleen dat bleek minder goed te werken dan de PSIR-methode. Daar zijn vorige studies naar geweest die dat onderzocht hebben. En de PSIR-sequentie is juist ontwikkeld omdat die fasebeoordeling in de tweede hartslag gedetailleerder was dan om dat meteen uit het eerste signaal te halen, omdat je daar heel veel signalen genuld hebt en daar dus heel veel ruis op zit. Daarom duurde de tweede hartslag, waarbij er weer voldoende signaal beschikbaar is. Mm-hmm. Nou, signaal is de ene kant van het verhaal. Het woord signaalruis is al meerdere keren genomen. U doet ook netjes allerlei kwaliteitsberekeningen en bepaalt die signaalruis. Hè. En daar doet hij ook een speciale ruismeting mee. En dat beschrijft hij in hoofdstuk 3. En die speciale ruisscan, dat is eigenlijk hetzelfde als de echte scan. Maar dan geeft hij geen RF-pulsen. Ja? Dat kost natuurlijk wel substantieel extra tijd. Als we dan zoveel ruis drinken, welke bronnen van ruis kunt u onderscheiden in de methodes die je toepast? Het gros van de ruis die wij meten in de MRI-scanner is eigenlijk thermische ruis van de patiënt zelf. Dus de warmte van de patiënt, de lichaamstemperatuur, die zorgt eigenlijk voor het gros van de ruis die wij meten. We kunnen ook nog wat ruis introduceren door andere bronnen in de MRI-scanner, elektrische apparatuur in de scanner, die ruis kan veroorzaken. We hebben nog ruis bijvoorbeeld in de detectoren, de coils, waarmee we het signaal meten. Daar wordt nog ruis geïntroduceerd. Dat zijn eigenlijk de grootste vormen van veroorzakers van ruis in de beelden. En die patiënt zelf, veroorzaakt die ook nog ruis?
Ja, de thermische ruis waarover ik sprak in het begin, dat is eigenlijk de meeste ruis die wij meten. En fysiologie? Fysiologische ruis? Ja, bedoelt u daar niet mee de ruis van de patiënt zelf? Ja. Bewegingen intern? Ah. Ja. Kijk, ik ging uit van de ruis in de patiënt zelf. Het gros daarvan komt uit van de temperatuur van de patiënt. De thermische ruis. Maar, waar ik naartoe wel is, we gebruiken cijfers om kwaliteit uit te drukken. Maar laten we eerlijk wezen, de radioloog, de cardioloog, die kijkt naar de foto's. En heeft daar een impressie van. En we proberen dat te matchen. En de ruis zoals u die bepaalt, wat ik denk van het is toch voornamelijk technische ruis. Correspondeert dat nog helemaal met de ruis die gezien wordt in de beelden? Ik heb het goed dat u vraagt of de ruis die wij in de beelden zien voornamelijk technische ruis is. Ja. Ik ben van mening dat het meer thermische ruis is van de patiënt zelf. Nou, maar zo te zeggen, die beelden die u maakt met die speciale ruiscan, die zijn qua ruis homogeen. Maar is die ruis ook werkelijk in de cardiobeelden homogeen? Als wij die plaatjes maken, is die ruis niet standaard homogeen. Daar moeten we best wat voor uithalen om die plaatjes homogeen te krijgen. Omdat normale scanners die zijn ingesteld omdat ze juist het signaal constant houden over de patiënt. Terwijl we weten dat ruis, als we dieper in de patiënt meten, dan meten we minder signaal. Dus dan wordt de ruis meer zichtbaar op het moment dat we overal gelijk signaal proberen te hanteren door de scanner. Als we dus de ruisplaatjes willen maken, dan moeten we dat juist uitzetten. Dat we juist niet proberen te compenseren voor minder signaal dieper in de patiënt, maar dat we het ruisniveau overal gelijk hebben. Dus in die ruisplaatjes, daar zie je de ruis inderdaad over de hele plaatje, zie je dat als homogene ruis. Oké, nou dank voor uw antwoord. Ik geef graag terug aan de voorzitter. Dank u wel, professor Bakkers. Dan gaan we nu verder met de oppositie door dokter Martens. Zij is radiologe en heeft als aandachtsgebied de cardiale en de abdominale radiologie aan het Maastricht Universitair Medisch Centrum. Dokter Martens. Bedankt, prorector. Geachte promovendus, ook eerst namens mij van harte felicitatie met dit enorm dikke en lijvige proefschrift. Niet alleen maar dik vanwege de, zijn in ieder geval geen grote letters. Daarnaast ook uiteraard complimenten aan uw promotieteam. Ik denk dat de diversiteit in de verschillende vakgebieden, maar ook de verschillende landen die betrokken zijn binnen uw team, zeker hebben bijgedragen aan de klinische impact van deze thesis. Het zal u misschien niet verbazen, maar in tegenstelling tot mijn collega naast mij zou ik mij wel graag met u van gedachten willen wisselen over het contrastmiddel dat er gebruikt wordt bij de verschillende hoofdstukken. Over het algemeen maakt u gebruik van 0,2 millimol per kilogram gadobutrol bij 1,5 en 3 tesla. En ongeveer 10 minuten, minimaal 10 minuten na toediening van het contrastmiddel, wordt dan vervolgens die scan vervaardigd. Uiteraard ben ik blij dat die hoeveelheid contrastmiddel is toegepast op het lichaamsgewicht. Maar bent u het met me eens dat die 0,2 millimol per kilogram op niet heel uitgebreide literatuur is gebaseerd? Zeer geleerde opponent. Dank u wel voor uw felicitaties en ook bedankt voor uw vraag. Het contrastmiddelverhaal blijft toch een interessant verhaal bij deze scan. Of het überhaupt wel of niet toepast, maar ook bijvoorbeeld de dosis die we de patiënt geven. De richtlijn is 0,1 tot 0,2. Er is een gigantische diversiteit in centra die dat gebruiken. En ook wanneer je het zou moeten verbruiken, toch op 10 minuten wachten of toch liever 15 of zelfs 20 minuten wachten. Wij gebruiken in ons ziekenhuis 0,2 millimol. We starten meteen op 10 minuten. Er is beperkte literatuur en er zijn één of twee jaar geleden is er een nieuwe studie geweest uit de Italiaanse groep. Die hebben dat ook onderzocht met lead enhancement, met verschillende contrastdozen. Ik geloof zelfs verschillende contrastmiddelen. Maar die meten bijvoorbeeld niet standaard allemaal op 10 minuten. En dan gaat het daar eigenlijk al mis. Dus er is beperkte literatuur en de literatuur die er is, Daar heb ik bij sommige stukken ook mijn twijfels over. Wij zijn daarom zelf een studie gestart om daarnaar te kijken. Om te kijken, één, naar de timing. Dus hoe lang na de toediening van het contrastmiddel gaan we meten. En wat ik zelf heel graag nog zou willen, maar wat meer voet om aarde heeft, is ook om de dosis te variëren in dezelfde patiënt bij meerdere scans achter elkaar. Maar dat zal nog wat tijd kosten voordat we dat beginnen starten. Ik ben blij dat u het in ieder geval met mij eens bent.
Ik wil een heel kort uitstapje maken. Recent heeft u mij namelijk bekendgemaakt dat u nog een andere passie heeft. En ik vroeg me af of u mij kunt vertellen wie de meest fitte dan wel gespierde James Bond is. Poeh, dat is een hele goede vraag. Kort antwoord. Ik denk dat Daniel Craig het erg goed doet qua ja, spieren. Dat is ook mijn mening. En weet u dan ook wie de minst fitte was? Poeh. Ik zou toch voor Sean Connery gaan. Het hoogstaande literatuur blijkt dit Roger Moore te zijn. Dan ga ik even terug naar mijn vraag. Denkt u dat de hoeveelheid contrastmiddel, als we die bij patiënten meer zouden willen individualiseren, vanwege zowel klinische als natuurlijk milieuoverwegingen, hoe we dat zouden kunnen doen? Welke factoren kunnen we daarbij in rekening houden en hoe zouden we dat kunnen onderzoeken? Heeft u daar een idee over? Ja, ik denk dat we op z'n eerste, dat we moeten starten met kijken of we die dosis kunnen verlagen. Dus als we met een minder hoeveelheid contrastmiddel toch dezelfde beeldkwaliteit kunnen hanteren. En misschien niet eens dezelfde beeldkwaliteit. We willen natuurlijk steeds mooiere beelden. En je ziet het ook in de praktijk als we bij de scanner zitten. Er wordt heel erg gestreven om het mooiste plaatje af te leveren. En soms wordt er gezegd, de plaatjes zijn mislukt, ze zijn niet mooi, maar we hebben ze toch maar doorgestuurd. En dan spreek je vervolgens met de radioloog en dan wordt er gezegd, de beelden zijn eigenlijk gewoon goed. Dus misschien moeten we niet eens kijken naar of we dezelfde kwaliteit willen hanteren, maar wat is goed genoeg? En als we naar zo'n contrastverlaging gaan kijken, dan moeten we denk ik proberen om te kijken, wat is nog goed genoeg om te beoordelen? En op termijn denk ik dat we toch komen bij de middelen om geen contrastmiddelen meer te gebruiken. En dan lijkt het werk allemaal voor niets natuurlijk. Maar voordat we daar zijn, denk ik dat er nog hopelijk heel veel patiënten op worden met wat hier nu ontwikkeld is. Als ik nog één klein, wat mijn uitstapje maakte ik natuurlijk niet voor niets. Denkt u dat bijvoorbeeld lean body weight of bloedvolume nog interessant zou kunnen zijn? Ja, dat zou kunnen. Het heeft natuurlijk een groot effect op de hoeveelheid bloed die we in het lichaam hebben. Wat de concentratie wordt in het bloed, als ook die vervolgens in het hartweefsel en in het infarct gaat zitten. Dat zijn factoren waar eigenlijk helemaal niet naar gekeken wordt. Maar ik begrijp van uw achtergrond dat zeker factoren zijn waar we wel eens naar zouden moeten kijken. Want zoals ik zei, er wordt nu tussen 0 en 1 en 0,2. Ja, het gaat inderdaad op gewicht. Maar bijvoorbeeld patiënten boven de 100 kilo, dan stoppen we opeens. Dus iemand die 130 kilo weegt en iemand die 100 kilo weegt, krijgt hetzelfde contrastmiddel. En daar zit het wel in meegenomen dat bij die patiënten die extra massa geen tot weinig verschil maakt aan hoe het gaat circuleren. Maar dat zouden we wel mogen doen, denk ik. Nou, ik denk dat we dit misschien nog wel eens kunnen gaan uitzoeken. Ik geef het woord graag terug aan de prorector. Dank u wel, dokter Martens. Ik dacht, ik moet er even op wachten, maar het is toch gebeurd. Iets wat je de laatste tijd steeds vaker ziet en vroeger nooit, is dat een opponent goedkeurend wordt toegesproken door de ondergevraagde, die dan zegt, dat is een goede vraag. Dat had je vroeger niet, maar tegenwoordig, bij iedere promotie, krijgt een van de opponenten een compliment van de promovendus, dat hij een goede vraag heeft gesteld. En dat was nu ook weer het geval. Ik dacht, wanneer komt het nou? Goed, de oppositie wordt voorgesteld door dokter Smulders. Hij is cardioloog aan het Maastrichtse Universitair Medisch Centrum en beweegt zich vooral over het gebied van de cardiovasculaire imaging. Dokter Smulders. Dank u wel, meneer de prorector. Geachte promovendus, allereerst wil ik u complimenteren en feliciteren met het mooie proefschrift. Uiteraard hier in uw promotieteam mee betrekken. Het begint eigenlijk al met een prachtige kaf waarop u inderdaad op ingenieuze wijze verschillende elementen wel of niet naar voren laat komen. Zelfs een inkijk geeft in een klein apicaal myocardinfarct, wat weliswaar 4 grijstinten heeft, terwijl het in een hele proefschrift over 3 grijstinten heeft. Maar wellicht heeft u daar een goede reden voor. Maar ook de inhoud, u beschrijft een mooie nieuwe Lane-enhancement techniek. Wat ik lees eigenlijk een relatief eenvoudige aanpassing is op een bestaande techniek. Vraag ons af waarom is dat niet eerder onderzocht. Maar u beschrijft op een hele mooie manier deze nieuwe techniek en heeft die goed gevalideerd in diverse populaties, zelfs dier experimenteel. Met verschillende centra, verschillende merken en MRI-scanners, echt knap gedaan. Het zal u niet verbazen dat ik me wat meer wil inzoomen op de klinische toepasbaarheid van deze nieuwe sequentie. En ik zou dan graag willen vragen om een van de paranimf van omstelling 8 voor te lezen.
Imaging tests alone do not change patient outcomes, but it's how we act on them that might change them. Dank u wel. Ja, met deze nieuwe techniek tonen we dus een heleboel meer subendocardiale fibrose aan. Dat maak ik op uit uw proefschrift. Wat moet een klinicus daarmee? Want die dacht eerst van, ik kan heel erg goed de enhancement afbeelden met de huidige praktijk, de huidige techniek. Ik kan heel goed prognose inschatten. Mensen die geen fibrose hebben, hebben een hele goede prognose. Mensen die het wel hebben, hebben minder goede prognose. En nu in één keer zeggen we, ja, we missen 9% van de myocardinfarct. Hoe moet een klinicus daarmee omgaan? Zeker weer daar op het moment. Dank u wel voor uw felicitaties en de mooie woorden. Hoe moeten we daarmee omgaan? Die patiënten die ik beschreef, die dus eigenlijk volledig gemist waren met de oude methode. Daar is dus nooit aan opgemerkt dat die patiënten enige vorm van fibrose hebben. En u zegt het terecht, elke mate van fibrose is zeg maar een teken, zeg maar geen goed teken. Dus dat opgespoord wordt met de nieuwe techniek is wel degelijk relevant en zal ook mogelijk de behandeling van de patiënt daardoor veranderen. Dus het is wel raadzaam dat het gedetecteerd wordt. Ja, dat ben ik met u eens. En denkt u dat die patiënten die we nu extra opsporen een net zo slechte prognose hebben als die mensen die we met de oude techniek ook al opsporen? Zou er een verschil in zitten? Ik denk dat daar zeker verschillen zitten, want hoe meer fibrose, ja, hoe erger het verhaal, zeg maar. Alleen, er zijn wel diverse studies die aangetoond hebben dat ook zeer kleine gebiedjes van infarctweefsel, dat volgens mij zelfs nog maar 2% van de totale linkerventriculaire massa, dat die toch een veelvoudig risico hebben op vervolg-events, of zelfs ritmestoornissen. Ik denk dat het in dat kader wel relevant is om deze wel degelijk op te sporen, ja. Ja. Maar goed, die 2% wat u beschrijft, hè, die werden wel opgespoord met de oude Lelehansman techniek. Dus wellicht bevat dit toch een andere groep patiënten. En misschien hebben deze mensen net wat andere prognose dan wat we gewend zijn van mensen die fibrose tonen op de MRI. Dus misschien kunnen we in de toekomst nog een keertje daar een prognostische studie naar opzetten. Een zijsprong hiervan, patiënten die zich klinisch presenteren met een acuut myocardinfarct, daarvan weten we dat niet iedereen obstructief coronair lijden heeft. Een beetje afhankelijk van de geselecteerde populatie is het zo 5-20% heeft geen coronair lijden. Als we een MRI maken in deze patiënten, dan vinden we ongeveer 70% van die patiënten een diagnose. Hè? Dat zijn allemaal Minoca-patiënten. De diagnose varieert van niet-ischemisch tot ischemische origine. Wat denkt u als we uw nieuwe Lenhansman techniek gaan toepassen in deze patiëntenpopulatie? Verandert dat wat aan deze getallen? Ja, mogelijk wel. Ik bedoel, er zijn natuurlijk diverse factoren waardoor je relatief schone coronaren kunt hebben. En ja, wellicht toch een infarct gebied hebt, wat u zegt, immunocompetenten. Ik denk dat in deze patiënten vaak juist hele kleine gebiedjes voorkomen. Ik noem maar wat bijvoorbeeld vaatspasmen of iets dergelijks. Daar kun je natuurlijk hele kleine infarctgebiedjes door krijgen. Of toch wellicht een embolinfarct. In die gevallen vrees ik juist dat er hele kleine littekengebiedjes zullen ontstaan, die juist onopgemerkt zouden blijven. Dus wellicht gaan die getallen omhoog. Maar ik denk dat het er heel erg van afhangt, ja, wat de achtergrond van die patiënt is, wat de voorgeschiedenis van die patiënt is. Maar dat zou zomaar kunnen dat die getallen daardoor veranderen. Ja. Ja, wellicht gaan we inderdaad meer ischemische origines vinden. Hè? Ook OCT-studies die hebben dat wel bevestigd, dat we vaker plakrupturen zien dan MRI-infarctpatronen. De vraag is dan alleen van, gaan we dan niet ischemische oorzaken zoals myocarditis misschien minder vaak detecteren? Ja, kijk, wellicht gaan we die cardiomyopathieën evenveel detecteren, maar gaat het percentage ischemisch gewoon groter worden? Ja. Kijk, als je natuurlijk niet een ischemische cardiomyopathie hebt, ik vraag me af of er patiënten zijn die stempel hebben gekregen doordat ze geen infarct gezien hebben. Dat zou zomaar kunnen, dat er geen infarctweefsel is gevonden. Die patiënten daarom maar als non-ischemisch worden weggeschreven. Dat zou kunnen. Ik ben het met u eens. Als ik mag, ga ik nog naar een ander hoofdstuk. Ik heb een beetje tijd. Ja. Want u beschrijft in hoofdstuk 6 namelijk een nieuwe techniek om uw Lenehansman methode nog eens verder uit te breiden. De 3D Lenehansman met een hogere resolutie. En ik vroeg me af, had u van tevoren, voordat u eigenlijk begon met deze dark blot technieken, al het idee van ik moet het eigenlijk in een 3D volume meer gaan beoordelen om isotrope voxels te krijgen? Want
U heeft strikt genomen deze techniek niet gevalideerd tegen bijvoorbeeld histologie of tegenover de oude, de conventionele Lenehansman techniek. Hoe weten we nou dat deze techniek zo goed is en bruikbaar is in de praktijk? Waarom we dat weten is eigenlijk als volgt. Wat gevalideerd is het contrastmechanisme. En eigenlijk het verschil tussen de 3D en de 2D methode is niet zozeer het contrastmechanisme wat daar verder in verandert. Daar hebben we juist dat dynamische mechanisme ontwikkeld, zodat het contrastmechanisme intact blijft. Eigenlijk hebben we daar voornamelijk, zijn we dus naar een 3D-acquisitie gegaan. En of dat vooraf bekend was, ja, wel degelijk. Het was bekend dat de huidige Lenehansman methode een hele dikke plak heeft, 8 mm in ons centrum normaliter. En die plakken, daar is van bekend dat als je een heel klein vraaggebied hebt, of een vraaggebied wat een beetje grillig van patroon is, als dat net zo half in de voxel ligt en half in de andere, dan kan het zomaar zijn dat het een beetje uitmiddelt, dat het eigenlijk gewoon gezond lijkt, terwijl er wel degelijk een infarct zit. En juist het opsporen van die kleine infarcten, dat is eigenlijk het doel geweest. Dus nog kleiner dan waarvoor we Darkblad ontwikkeld hebben. Daarvoor hebben we eigenlijk die stap naar 3D doorvorming gezet, ja. Oké. Ik ben tevreden met de antwoord. Ik geef graag het woord terug aan het project. Dank u wel, dokter Smulders. Dan wordt nu de positie voortgezet door professor Delhaas. Hij is hoogleraar biomedische engineering, biomedical engineering aan deze universiteit. En vandaag is hij ook nog secretaris van deze commissie, wat ook blijkt uit zijn positie aan tafel. Graag de promovendus. Ook het promotieteam, daarbij direct betrekken in de felicitaties voor dit geweldige boekje. Prachtige vormgeving, waarbij helaas het voor mij vaak zichtbare onzichtbaar is gemaakt door de kleurstelling van het abstract. Maar dat daar gelaten. De plaatjes zijn fantastisch, met name het plaatje op 222. En dan bedoel ik niet zozeer op uw hoofd als wel op dat paard daar. Want het doet mij altijd denken aan dat verhaal dat wij daar samen zaten te prepareren. En ik zal nooit het gezicht vergeten van die persoon die ons daar aantrof, terwijl wij daar een hart zaten te prepareren op een bureau. Maar dat daar gelaten. Ik wil het ook graag hebben over de signaal-ruisverhouding. En daarvoor wil ik dan gaan eigenlijk naar pagina 53. In de tabel, daar is denk ik, maar dat is dan daar later een foutje geslopen bij subject 4, waarbij de blood SNR en de scar SNR omgewisseld zijn. Maar dat daar later, wat mij het eigenlijk met name frappeert is, dat u negatieve signaal-ruisverhoudingen heeft. Kunt u mij daar een uitleg voor geven? Hooggeleerde opponent, dank u wel voor uw felicitaties en ik deel uw mening over dat paardenhart. Dat is ook een aangezicht wat mij ook nog steeds tot op de dag van vandaag bijblijft. Ik moet u toch heel even corrigeren, sorry daarvoor. Subject 4, daar heb ik zelf ook in gedoken, want ik geloof dit ook niet. Maar het is daadwerkelijk, dit signaal was daar in het bloed hoger dan in het infarctweefsel. En dat kan optreden, maar het komt zelden voor. Maar het is nagezocht en daar is het infarctweefsel echt qua signaal minder dan het bloed. U zegt een negatieve signaal-ruisverhouding. Maar dan moet je, want omdat u namelijk, waarom ik het daar dan naar vraag, ik heb ook het originele verhaal bekeken, daar staat het inderdaad ook zo in. Maar als je dat dan doet en je wil dan je contrast noise ratio gaan bepalen, dan moet je wel het teken dan er weer in betrekken. En dat heeft u niet gedaan. Maar dan nog even terug dan naar de negatieve signaal-ruisverhouding. U werkt niet met het complexe signaal daarvoor, hè? U werkt met het reële signaal. En het reële signaal heeft u, omdat u de fase kon meenemen, heeft u dus nu inderdaad dan van 0 naar 1 kunnen gaan. Waar zit dan de ruis? Zit er ruis, want de ruis die zit volgens mij wel rond de 0. Ja. In het complexe signaal. Ja. Dus volgens mij krijg je een heel erg groot probleem als je de ruis, de standaarddeviatie van de ruis, wil delen door het gemiddelde van het signaal uit het reële veld. Nou, dat hoeft niet per se. De ruis zit inderdaad rond de 0. De ruis is altijd wat dat betreft een positief getal. En dat hangt heel erg af van hoe je de beelden exporteert. Ik bedoel, de scanner, daar zitten heel veel schaalfactoren in. En die schaalfactoren, die moet je verwijderen. Hmm. Om tot de juiste getallen te komen om die signaal-ruisverhoudingen te berekenen. Hmm. En
Dat teken, de reden waarom dat teken negatief is, is om aan te geven dat juist in die case dus het littekenweefsel minder signaal had dan het bloed. Ik ben het mee eens dat een negatief signaal ruisje heel raar klinkt. Ja, het kan eigenlijk alleen maar als je het in logschalen doet. Precies. Omdat je dan inderdaad, als dan het signaal kleiner is dan de ruis, dan krijg je een negatieve log. Ja. En dan heb je inderdaad het signaal ruis. Dit is wel een hele vreemde weergave volgens mij. Precies, ja. Ik heb ervoor gekozen om het daar met een minteken aan te geven, om aan te geven dat het andersom was. Maar ik ben het met u eens dat dat zo'n log gaat. Nee, want daarna corrigeert u zichzelf eigenlijk weer in figuur 3-3. Want daarin gaat u namelijk wel weer naar positieve waardes toe. En dan gaat u gewoon over het absolute verschil tussen die twee. Dus ik denk dat het inderdaad een manier van weergeven is die daarin bepalend is. Nog een laatste vraag als mij dat gegeven is. Als je kijkt naar die studie van Vicenti, dan gaat het erom dat hij zegt van als je nou meer myocardial ischemic beuren hebt dan 2 segmenten, dan ben je echt slechter af. Dan zou je moeten gaan revasculariseren, want anders kun je niet gewoon gaan wachten. Waarom doet hij dan zoveel moeite om een techniek te ontwikkelen waarmee je eigenlijk hebt gemaakt dat je de myocardiale ischemische beuren lager inschat? Dus je ontneemt eigenlijk de patiënt een behandeling. Moet je niet een techniek maken waarbij je liever een overschatting van het probleem hebt dan een onderschatting? Nou, dat kan natuurlijk. Alleen, ik denk dat als een patiënt geen baat bij heeft een behandeling en dan toch de patiënt een dermate risicovolle behandeling te geven, dat lijkt me ook niet echt gewenst. Omdat er natuurlijk aan de revascularisatie ook behoorlijk... U mag nog kort uw antwoord afronden. Ja, er zitten natuurlijk ook de nodige risico's aan. Dus het lijkt me wel verstandig om de patiënt de juiste behandeling aan te bieden. En als dat niet nodig is, dan ook zeker niet te doen. Ik ben tevreden met uw antwoord. En ik geef graag het woord terug aan de prorector. Hiermee is de gelegenheid voor de verdeling van uw proefschrift voorbij. De commissie gaat zich terugtrekken voor beraad. En ik verzoek u en uw gezelschap de uitkomst van dat beraad en onze terugkeer hier af te wachten.
plakhandjes. Dagblad, hè? Meneer de promovendus, de commissie heeft zich beraden over de kwaliteit van uw proefschrift en over de wijze waarop u dat heeft verdedigd. En op grond van haar positief oordeel over beide en gelet op de vroeger door u afgelegde examens, heeft zij besloten u het gevraagde doctoraat toe te kennen. De hoogleraar, uw promotor namelijk, Wildberger, is gemachtigd u met deze waardigheid te bekleden. Het woord is aan uw promotor. Belooft u dat u altijd volgens de beginselen van wetenschappelijke integriteit te werk zult gaan, eerlijk en zorgvuldig, transparant, onafhankelijk en verantwoordelijk? Ja, dat beloof ik. Krachtens de bevoegdheid ons door de wet toegekend, volgens het besluit van de commissie hier tegenwoordig, verklaar ik hierbij u Robert Johannes Holtakkers tot dokter te bevorderen, niet alleen dat, zelf cum laude tot dokter te bevorderen en u alle rechten te verlenen die daaraan volgens wet en gewoonte zijn verbonden. Ten bewijze hiervan overhandig ik u nu de bul door rector, secretaris en overige leden van de promotiecommissie ondertekend en met het grootzegel van de universiteit bevestigd. Dr. Holtakkers, beste Rob. Oké. Is goed. Dr. Holtakkers, beste Rob. Het voorrecht om jou als eerste te mogen toespreken. I will now switch to English. First of all, I'd like to congratulate you with your academic degree. Also on behalf of Eline, Caroline and Amadeo. The last 60 minutes were really exceptional, perhaps your finest hour, ending up in a well-deserved extra distinction, the so-called cum laude. Nou, nu ga ik weer terug naar het Nederlands. Allereerst wil ik jou van harte feliciteren, ook namens Eline, Caroline en Amadeo. De laatste uur was zeker heel bijzonder, met het behalen van een cum laude als kers op de taart. We zijn buitengewoon trots op jou. Deze felicitaties gaan uiteraard ook uit aan jouw ouders. Gun jouw familie dus aan alle Holtakkers. Voordat ik het vergeet, wil ik graag een van je paranymfen vragen om stelling 11 voor te dragen. Professor Wildberger, ik heb geen stelling 11. Oh, ja. Uiteraard, die staat er niet bij. Excuses hiervoor. Dames en heren, zoals jullie misschien weten, doet Rob voor een goede grap bijna alles. Rob heeft mij zijn stelling opgestuurd met de woorden bijgevoegd de stelling die ik voornemens ben te gebruiken. Echter, één van de voorgestelde stellingen heb ik Rob gevraagd, om een alternatief te bedenken. Goed, Casper, mag ik jou vragen om het alsnog voor te lezen? People who think the COVID vaccine changes their DNA should see it as an opportunity. Bij deze, Rob,
Ik had hem namelijk beloofd om deze naar het officieel programma nu dus even te laten voorlezen. Ja, zoals professor Volders aangaf, heb je zelf al in 2019 al rekening gehouden met de coronapandemie. Dat is knap. Maar goed, Rob, wat heb je allemaal bereikt op weg naar dit doctoraat? Sowieso van het begin aan een cruciale bijdrage op een van onze wetenschappelijke speerpunten, de cardiovasculaire beeldvorming. Alles wat Rob doet, doet hij voor 100%. Het moet perfect zijn. Net zoals een martini. Shaken, not stirred. Ik heb begrepen dat je bijna alles weet over James Bond. En Dr. Martens heeft je nu al op de tand gevoeld wat dit betreft. Deze citatie is uit de film Goldfinger. Die heb je ook. Alles wat je aanraakt wordt goud. Alle hoofdstukken zijn gepubliceerd in topbladen. Je hebt meerdere hoofdprijzen op wetenschappelijke conferenties en beurzen ontvangen. Je bent vaak uitgenodigd als keynote lecturer. Iedereen werkt graag met jou samen. Je bent een verbinder dus tussen disciplines en altijd heel sociaal. In het begin van de coronapandemie organiseerde je onder meer internetpubquizzen voor de hele afdeling. Nog even terug bij 100% en perfectie. Rob heeft veel energie, is enorm productief en kan heel goed schrijven. In zijn manuscripten en presentaties zijn alle details perfect uitgewerkt. Weliswaar heeft het drukken van zijn proefschrift zijn eerste grijze haren opgeleverd. En professor Nijveld refereert hieraan. De lijnen op de kaft sloten niet aan, lijm geknoeid op de kaft, tekst stond niet in het midden, het vel met de stelling zat er niet bij, afdruk van de pers op de kaft, is goed gekomen. Why is it that people can't take advice, always insist on giving it? Casino Royale. Volgens mij hebben we jou tijdens het traject vroeg losgelaten en weinig inhoudelijke kaders gesteld. Want dat was helemaal niet nodig. Je hebt ons met elkaar in de samenwerking met King's College London, Antwerpen en Nijmegen op een hoger niveau gebracht. Dank hiervoor. En we hebben weinig tot geen logistieke kaders gesteld, want Rob is bepaald geen ochtendmens. Hij is zelf een keer op zijn sloffen naar een overleg gekomen, omdat hij dit te vroeg op de dag niet doorhad en nog niet goed wakker was. Well, I like to do some things the old-fashioned way, Skyfall. En wil daarom kort toelichten wat Holtakkers, Rob Holtakkers, typeert. Dus het liefst verschijnt Rob net pas voor de lunchtijd op het werk met een zaak koekjes en de krummelvlaaien met stofperen van Talentino als ontbijt. Dus avonds is Rob op zijn best. Misschien kunnen jullie dat vanavond nog even proeven. Sowieso is er altijd een goede gelegenheid voor geen slippers. Rob is gek op mooie auto's, net als zijn vader. En hij was geschokt toen hij hoorde dat we voor het werk soms met de trein reizen. Hij is vrijwel altijd optimistisch en enthousiast. Aan de andere kant heeft hij soms zoveel stress dat hij toch iets te veel hooi op zijn vork neemt, dat het bakje met zand op het secretariaat te klein is om tot rust te komen. Hij komt regelmatig langs om stoom af te blazen en heeft zelf een prachtige gouden Ganesha van Monique meegenomen voorbij het zand. Anonieme bronnen beweren dat geen enkele vrouw de natuurlijke charme van Rob kan weerstaan. Nou, en recent hadden we onze eerste aprilgrap en dat ging over een MRI op zonnepanelen. He? Ja, precies. En Rob was zeer verontwaardigd dat hij als MR-expert niet betrokken was bij de aanschaf van deze nieuwe MR. Sterker nog, hij kende dit toestel niet eens en kon het ook niet vinden op internet. Eén ding wist hij wel zeker. Ramen met geïntegreerde zonnepanelen bestaan echt niet. Gelukkig kon hij achteraf wel omlachen. Rob heeft een dure smaak. Maar als iets gratis kan, dan laat hij dat zeker niet voorbij gaan. Vuilniszakken kosten in Maastricht bijvoorbeeld 1 euro per zak. De vuilnis samen met de vuile was mee naar zijn moeder nemen is dan goedkoper. Want in Weert hoef je die 1 euro per zak niet te betalen.
Okay. Rob organiseert buiten zijn promotieonderzoek reizen voor eigenaren van sportwagens. Wheels of Thrill. Deze buitenlandse reizen bereidt hij tot op de puntjes voor en hij verkent zelf de parcours van tevoren. Ja, de Rally 2022 heb ik op internet bekeken. In het Duitse Schwarzwald, het Zwarte Woud, is net achter de rug. Succesvol, neem ik aan. Ja, prima. Zijn familie is heel belangrijk voor hem. En hij gaat ook elk jaar met zijn broer en zijn ouders een week op vakantie. Meestal op tropische locaties buiten Europa, waar je onder andere kan duiken. Nou, daar is nu wel weer meer tijd voor. Ik mag namens het hele promotieteam spreken. Het was een voorrecht om jou te mogen begeleiden, Rob. Fijn dat je onze collega bent en als MR-fysicus met heel veel andere klinische collega's in de zaal de passie voor geavanceerde beeldvormende technieken en praktische oplossingen blijft delen. En vandaag is er zeker nog tijd voor de een of andere anekdote. Dank voor alles. Dr. Holt Akkers, is een eer voor mij om u te feliciteren met uw dokterstitel en dan nog wel cum laude verkregen. Dat is heel bijzonder. Ik ga niet proberen de geestige speech van professor Wildberger te verbeteren of te overtreffen. Ik ga gewoon een paar dingen zeggen die ik altijd zeg. Op de eerste plaats dat wij blij zijn dat u was. In ieder geval, u bent waarschijnlijk een Eindhovense alumnus, maar door uw masterstudie hier bent u toch ook wel aan deze universiteit verbonden. En door het afronden van uw academische opleiding vandaag hier in deze aula, bent u in ieder geval voor altijd aan Maastricht verbonden. Ook al bent u misschien een Eindhovense alumnus, maar dat weet ik niet. Ik ken dat eigenlijk niet zo goed. Je haalt ergens een titel en dan ga je master aan een andere universiteit doen. Dan ben je dan van die universiteit een master of ben je eigenlijk toch altijd een master, een alumnus? Of blijft u een Eindhovenaar? Goeie vraag. Ja, nou, dan gaan we daar later over denken. Dat wordt nu niet opgelost. Maar nou hoort u in ieder geval bij Maastricht. Ja, daar danken wij u voor. Het is altijd heel mooi als iemand hier promoveert, om allerlei redenen. Het is voor onze naam goed, maar het is ook voor onze financiën goed, zoals u weet. Maar daar ook dank voor. En als ik dan toch aan het danken ben, dan doe ik dat meteen naar professor Leijner en professor Nijen. Ik heb een slechte naam. Nijveld. Ik heb wel denk ik Nijvelder, Wildberger. Dokter en professor Nijveld. Want die hebben toch de eer aan ons aangedaan om hier vandaag bij aanwezig te zijn. Daar zijn we altijd heel dankbaar voor als hoogleraar van andere universiteiten deelnemen aan de plechtigheden hier. Dank daarvoor. Ja, ik ga u natuurlijk succes wensen met uw toekomst als klinisch fysicus, neem ik aan dat u bent of wordt. Of medisch ingenieur. Medisch ingenieur, ja, dat had ik ook al opgeschreven. Ingenieur in de medische wereld, medisch ingenieur, dat is weer iets anders dan wat professor Bakkers is blijkbaar. Medisch ingenieur is niet zelfs klinisch fysicus. Nee, oh nee, hij knikt heel luid. Daar heb ik al een fout gemaakt, dus dat al dacht dat u hetzelfde was. Dus daar ook al onderscheid. Goed, succes in die toekomst als medisch ingenieur. Voorlopig bent u aan Maastricht verbonden, begrijp ik, uit uw boekje. En nou, daar zijn we heel blij mee. En uw toekomst zal wel gebakken zijn. U biedt ons een receptie aan. Daar gaan we u hartelijk voor danken, zo dadelijk, maar nu ook al. En dat brengt me dan op wat praktische punten die ik moet afronden voordat ik de zaak sluit. We gaan zo dadelijk met deze club, de Corona heet dat, en uw team, gaan wij naar de hal om daar een soort statieportret te maken. Dat heet inmiddels een traditie. Die is helemaal niet oud, want die bestaat pas anderhalf, twee jaar. Maar inmiddels gaan we traditionele foto op de trap maken. De fotograaf moet dan nog even de kans nemen om professor Nijveld, want die kan daar niet bij zijn, nog samen met hun op het plaatje te zetten. Doe ik nou maar even. Het fotoalbum compleet. Professor Nijveld die wordt dadelijk weggedraaid, zoals dat heet. En dan is hij niet nog bij ons. Nu kan het nog even. Wij gaan dan als in een stoet naar de, verlaten wij dadelijk de aula. Gaan naar de trap. Daar hoeft u met z'n allen uit het publiek niet bij te zijn. Gaat u rustig intussen vast naar die receptieruimte. Ik moet even naar de pedel kijken. Is het zo mooi weer dat dat buiten plaatsvindt? Of is het op de binnenplaats?
van dit voormalige klooster. Daar staan we het zonnetje. Dames op hoge hakken en ook überhaupt mensen moeten oppassen, want er lopen twee sloten door dat terrein. Als u daarin gaat staan met een glaasje, dan breekt u uw enkel. Dus let op dat slootje wat daar loopt. Kom daar niet in terecht. En dan heb ik nu voldoende meegedeeld. Wij gaan naar die trap. En ik sluit hiermee deze vergadering. Thank you.